Je ziet me echt al kijken van, dit is echt zo easy, ja. Wow, 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 stop. Yo, gast van Amersnoemenel, mijn naam is Barend en leuk dat jullie terug zijn gekomen op mijn kanaal. Zoals jullie weten ben ik nog steeds bijna normaal en zoals ik ben eigenlijk gewoon nog steeds bijna normaal. Dat is het hele verhaal wat ik wilde vertellen. Leuk dat je weer terug bent. En zoals je kan zien aan de titel en aan de thumbnail, was ik vroeger bekend? Nee, ik was niet bekend, maar ik was wel te zien op de televisie. En ik heb dus met heel veel graven de aflevering teruggevonden waar ik op televisie was toen ik in groep 8 zat. En van wat ik me nog kan herinneren, mezelf lekker ga exposen. Yes, vroeger heb ik meegedaan aan een tv-programma dat heette Avro Avastars. En dat was een programma met een spelshow en aan het einde had je een race. Die races, dat deed je ook op de computer. En daar kon je dan, als je goed was en won heel vaak, dan mocht je ook mee gaan doen in het programma. En Racer Barend, I mean, ik was daar gewoon. En Ame pull-up ging gewoon, ja, keihard racen. En toen ben ik gevraagd of ik ook mee wilde doen met de opnames. En ja hoor, je boy is een eerste keer op de televisie. Jullie gaan het hier zien. Het is wel bijzonder wat ik allemaal zeg. En ik vraag me ook echt af wat ik er nog van weet. Wat ik nog wel weet, dat gaan we zo zien. Maar er zitten een aantal momenten in dat ik echt denk bij mezelf van... Maar ja, in ieder geval, wij gaan het nu lekker samen kijken. Ik heb er best wel veel zin in, want ik ben ook wel echt benieuwd hoe het nou eigenlijk ging. En hoe ik eruit zag, want wat ik al zei, het was in groep 8. Toen was ik denk ik 11 of 12, ik ben nu 22. Ik ben al ouder, ik ben al wijzer. En misschien weet ik nu wel vragen die ik toen niet wist of andersom. We gaan het zien. Ik zet hem aan. En waarschijnlijk staat hij super hard. Hard. Oké. Yes, hier is de intro. Oh, je kon ook live meechatten. Ik hoop dat de kwaliteit een beetje goed is en dat ik niet word gestraakt door YouTube. Yes! Yes! Wow! Ja, dag 3D Wout. Dag 3D Wout. Kijk hem staan dan, deze jongen. Vandaag is meegegaan. Ik ben Ismee, ben 10 jaar, kom uit Arlandeveen en mijn hobby's zijn paardrijden en mijn haar lukken. Oké, je haar leuk doen, leuke hobby. Iedereen vindt dat een leuke hobby, mijn haar zit ook wel leuk nu. Supergirl Issy! Supergirl Issy! Let's go! Shoutout als je Supergirl Issy heet. Gaan we naar de andere kant. Barend, ga je gang, jongen. Ik ben Barend, ik ben 12 jaar, ik kom uit Zeewolde. Mijn hobby's zijn dansen en chickies versieren. En, oh, dat is het? Ja. En je Avastar? Wacht even. Hoi, ik ben Barend. Mijn hobby's zijn dansen en chickies versieren. Einde verhaal. Wat is dit? Yo, ik had zoveel leukere hobby's vroeger dan dat ik nu heb. Wat ben ik nu aan het doen? Fingerboarden, video's maken, livestreamen. Maar toen, dansen en chickies versieren. Ik ga je eerlijk zeggen, ik wist dit nog, maar ik wist niet dat het zo snel al kwam eigenlijk. Ik weet nog wel dat Ewout die zei van ja, wat zijn je hobby's dan? Want dat vroeg hij dan. En toen zei ik van nou, ik heb wel vaak vriendinnetje. Ze zei, oh ja, dan moet je zeggen, ja, chickies versieren. Dat is helemaal cool. En dus ik zo, oké, dat ga ik doen. Je kan me ook echt zien staan. Ik sta er ook echt zo van, nou oké, doe maar wat je zegt, want dat vind ik wel leuk. Oké, dan gaan we verder kijken. Het is echt zo awkward. Racer Barend. Ja, want vertel eens, hoeveel keer heb je dit jaar al? Oh, ik ben zo schattig. Weghouden maar rond de 17 keer. 17 keer. Ja, je hoort het goed. En vertel eens, hoe gaat dat dan in zijn werk als je zo'n chickie probeert te zien? Gewoon genres gebruiken. Ja? Mogen we jou heel even als proefkonijn gebruiken? Vind je dat goed? Ja, dus stel, we zijn nu op een feestje. Dan is mee, die staat hier. Jij staat een cola te drinken. Zo, en dan... Nou, wil jij haar versieren? Ik ben... Hoe is het, joh? Wow, 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 stop! Hoe is het, joh? Gooi het gewoon niet gekke. Oei, joh! Nee. Ja, dan moet je zeggen ja. Oh, ja. Ja, en ga door. En dan die moves. Mag ik nog één keer die moves zien? Gekke move. Hoppa! Hoppa! En reageren meisjes dan. En het is ook zo mooi. Ik ben zo... Yo, what's up? Hey, we gaan chillen, kom op. En dan doe ik mijn dansmoef en dan... Hallo, ik ben Barend en ik ben eigenlijk best verlegen. En dan doe ik weer mijn dansmoef. Pijnlijk, maar tegelijkertijd 17 vriendinnen in een half jaar. Ik snap nu waarom ik er nu geen één meer heb. Ik heb toen al mijn kansen gehad. Al mijn kansen waren toen gewoon al weg. God damn it. Ewout, wat heb je nog te zeggen tegen me?
Gisteren was ik dus bij een feest en toen zei ze, wow, jij bent cool zeg. Echt waar? Ja. En hoeveel vriendjes heb jij al gehad? Twee. Maar, get on my level. Kom op, man. 70 vriendinnetjes. Twee. Wat nou twee? Ja, kijk mij lachen. Ik zit echt zo van... zo weinig relaties. Get on my level. Maar even voordat we verder gaan met kijken. What the fuck gebeurt er met mijn haar? What the fuck is die... golf. Het is Volkswagen Golf of zo op mijn hoofd. Ik weet niet, man. Die kuif is wel ziek. Romantische uitzending van Avestars. Wil je daar nog over meepraten, dan kan dat natuurlijk. Wow, kijk mij zwoel. Kijk in die camera. Holy shit. Oké. Okay. We gaan even kijken naar de vraag. We zijn nu in de vragenronde beland. En dan, ja, weet je, vragen beantwoorden. Het WK voetbal, kom op, dat weet ik. 4 jaar, kom op. You know it, Barend. Je bent niet zo van de voetbal, maar je kan het. Eens in de 8 jaar. Ewout was Barend, jij denkt 1 keer per jaar. Is mee, jij denkt 1 keer in de 2 jaar. Nee, allebei niet goed. Het moet namelijk zijn 1 keer in de 4 jaar. Ben je dom of zo? Ik ga zo lekker eten, zegt Kaylee. Wat fijn voor jou, Kaylee. Ik heb zojuist een vraag niet goed beantwoord. Gaat over de kop, gaat stel naar beneden. Barend, wel eens in een achtbaan geweest? Nee. Ja, nu wel, maar... Nee, helemaal niks. Vindt helemaal niks, nee. Daar hou je niet van. Nee. Wat gebeurt er met een karretje van een achtbaan tijdens een looping? Oké, als ik dit niet weet, ook al hou ik niet van achtbanen, dit moet ik weten. Kijk! Boom! Eerste punten zijn binnen! Oké, nice, Ewout. Ik was best wel fan van hem, want hij speelde ook in Zoep en zo. En dat was gewoon echt helemaal de shit. En hij vond mij ook super tof, weet je? Wat ik wil weten, jongens, is... Wat doe je als je zetelt? Dan, ga je zitten? Ben je aan het babbelen? Kom op, Barend, dat weet je. Dit weet je, Barend. Kom op. Barend, jij denkt dat je dan aan het jokken bent. Aan het zetelen. En Ismee, jij denkt aan het zitten? Het moet zijn. Zitten! Inderdaad. Man, ik had wel verwacht dat ik dat goed zou hebben. Welke provincie wordt met Noord-Holland verbonden door de afsluitdijk? Oké, Loki, dit is toch Friesland? Provincie ligt er dan. Niet is Flevoland, joh. Flevoland, Ismee, jij denkt Friesland? Goeie antwoord. Moet zijn. Ja, oh nee, ik sta achter. Kom op, Barend. Kom op. Ja. Oké, die stress. Ja, ik wil niet verliezen. Ik ben daar gekomen om te winnen, jongens. Wat is waar over de Noordpool als het midden in de winter is? Wat is waar over de Noordpool als het midden in de winter? De hele dag het is 12 uur donker, 12 uur... Dat is het sowieso niet. Het is de hele dag donker. Nee, jongens, de waarheid is veel deprimerender. Het is de hele dag donker. Ik heb gewoon die punt. Ik heb die punt gewoon in mijn leven gehaald, joh. Hé, niemand stopt me. Komt de zon niet op, omdat de aarde dan zo is gedraaid, zeg maar. En dan komt de zon daar gewoon net niet bij. Hoe, Ewout? Oké, dankjewel, Ewout. Laatste vraag alweer. En kom op, Ewout. Laatste vraag, ho. Deze gaan we pakken. Ja, spreken we het af? Ja. Oké. Ja. De vraag is... Hoe heet het nummer van Monique Smit? We gaan ervoor dus. We gaan ervoor dus. Oh, trouwens mag ik even kijken. Kijk even naar het zwoele hoofdje van mij. Zo vragend van... Ik weet wat ik doe met mijn leven. En ik weet dat het antwoord wat ik heb ingevuld goed is. What the fuck is er trouwens gebeurd? Waar is mijn zwoele koppie? Wacht. Komt ie, hè? Is dit een beetje? Lijkt niet, hè? Oeh, twee verschillende. Ik weet het niet eens meer. Een dans met mij. Klinkt wel beter eigenlijk. Jij denkt dat het is, maak maar af. We gaan ervoor dus. Kom maar op. De hele wereld op zijn top. Je hebt 5 avond bij je. Ik weet het niet. Oh, ik was zo verlegen. Wat schattig. Clip van Monique Smit. We gaan ervoor dus. Kom maar op. We gaan ervoor dus. Kom maar op. Ik weet het niet. Ik ken het niet meer. Je hebt je afspraak gehouden. Ja. Goed geantwoord. Heel goed. Yes. Ewout en me, we had them afspraken. You know it. En ze gaan hartstikke gelijk op. In de eerste ronde allebei 1 power-up. 1 power-up. Wat is het voor power-up? Wat was het? Een stukje stront op een ster? Ronde 2. Wel echt super ziek hoe dit is gemaakt trouwens. Ik heb even de computer opengehaald. Oh, computers? Gamer Barend, die moet dit weten. Is de harde schijf. Ik zeg links onderin. Kom op, hè, Barend. Kom op. 3, 2, 1, kom op. Links onderin. God damn it. Jullie denken allebei. Wat de...
dat dit de harde schijf is. Precies, wat ben ik aan het doen? Jongens, dit is de processor. Ja, dat weet ik. Tuurlijk is het de processor. Pizza schijf, kom op man. Dat moet je weten. In welke vind jij er het lekkerste uitzien? Ook rechtsboven. Volgens mij heb ik nog nooit zo erg achter een keus gestaan. Op welke foto zie je een club sandwich? Dit moet ik weten. Zit er in een club sandwich? Nee. Die zie je. Nee. Nee. Man, wat ben ik aan het doen, joh? Kom op, man. Ik weet ook even serieus niet meer of ik wel heb gewonnen. We gaan naar de derde foto. Oké, derde foto. We hebben nog 0 punten. Vlaggen zien we. De vlag van de Europese Unie. Zie je mij? Je ziet mij echt al kijken van, dit is echt zo easy. Ja, ik ga dit krijgen. Let's go. Oh jee, wie de fuck zijn dit? Heb je dat een beetje gevolgd? Popstars? Voor wie was je? Wesley. En jij? Wesley. Ook voor Wesley. Ik geloof dat nooit helemaal. Iedereen zegt Wesley volgens mij omdat Wesley gewonnen heeft. Want zou je het ook toegeven als je voor een verliezer zou zijn geweest? Nou, hij zingt ook gewoon met beleid en zo. Hij weet gewoon wat hij doet. Kan je zingen met beleid? Ik vind het knap. Is het Kim? Ik zeg Kim. Ik weet het echt niet meer. Ik weet ook niet. Ik weet heel dat programma niet meer. Maar het was Kim. Het was Kim. Als er 1 op 4 kans, kom op. Niet wie het nou was. Oh. Jullie denken allebei dat het Robin was. Robin? Is dat zo? Ja, wow, yo, ik wist het. Oké, ik heb het dus serieus gekeken. Kijk hem staan, hoor. Hij wist ervan. Robin, die speelde de laatste vraag alweer. Oh, dit is leuk. Een vraag over vogels. Vogels! Ik ben heel benieuwd wat ik nu ga zeggen. Nou, ik wil ook vliegen. Je wil ook vliegen? Ja. Ja, waar zou je dan naartoe vliegen? Wacht even. Vogels zijn zo nice. Ik had zoveel leuke feitjes over vogels kunnen zeggen. En dan zeg ik, ik wil ook vliegen. Ik snap me wel. Maar ik zou wel willen vliegen. Waar ga ik heen vliegen? Naar Amerika, naar New York. Oké. Naar New York, luister. Hier, dit is nog steeds van die tijd. Maar hier, dit is niet slim. Maar hier, kijk eens. Auw. Dit is New York nog steeds. Hij hangt nog steeds in mijn kamer. Inmiddels zou ik niet meer naar New York gaan, maar naar Los Angeles. Maar New York zit zodanig in mijn hart dat ik hem nog steeds heb hangen in mijn kamer. En dan moet ik hem nu alleen nog even terug weten te fixen. Maar ja, tegenwoordig Los Angeles, in and out, let's go. Wat ga je doen in New York? Dansen in New York, Broadway. Ja, bij die ene man die alle moves van Michael Jackson leerde. Cool. Vet cool, ja, ik heb daar ook geen ander antwoord op. Op welke foto zie je de lepelaar? Een lepelaar. Prachtige vogel. Kijk hem klikken. Jullie denken allebei dat dit de lepelaar is. En ja. Waarom? Omdat ze snavel... Zijn snaveltje vorm. Ja, man, die mooie snavel. Wauw. Wat een prachtig antwoord van Esmee. Esmee. Excuses. Gelijk. 9. En 9 obstakels. 9 obstakels. Oké, wacht even. We gaan nu naar de finale ronde volgens mij. En de finale ronde, dat is waar het om gaat. Ja hoor, daar zijn we. Dit gekke bord. En voordat we beginnen, wil ik zeggen dat ik het wel heel gezellig vind met jullie. Ja. Vind je het ook gezellig? Ja. Ja? Nou, ik hoop dat die dan... Kijk, ik vond het wel heel gezellig met jullie. Draait naar mij toe. Sorry, is mij maar. Hij vond het gewoon gezellig bij mij. Ja, over dat bord gesproken. Het was zo ziek om erop te staan. Het was wel lastig. Het was ook een beetje garig. Ik was super zenuwachtig. Want ik wilde niet. Ik moest per se winnen. Als ik niet won, dan stond ik daar voor niets. Dus ik moest winnen. En ik ben altijd al best wel een beetje hard tegen mezelf geweest. En toen helemaal, als ik niet zou winnen. Ja, dan had ik verloren. Maar verliezen was geen optie. Dus ik hoop eigenlijk dat ik win. Want anders dan zien we echt een heel, heel sad barentje daar staan. Maar laten we het kijken. Dansmoves van jou een beetje van pas komen. Zo. Oh, ik had natuurlijk mijn dansmoves. Bam, 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 bam. Zien we staan dan? Ik was al helemaal Racer Barend ready, hoor. Let's go! Gaan is mee en Barend richting de vliegtuig. What the fuck doe ik? Snel trein werkelijk weg. En wie gaat er als eerste die voorsprong nemen? Het lijkt Barend te zijn. Ja. Let's go. Ik sta voor. Zie hem, Jensen. Wat sta ik nou heel de tijd? En daar pakt is mee in één keer 2 diamantjes. Maar ze komt nog. Oh, kijk dat geconcentreerde gezichtje van mij. Ik ben zo geconcentreerd. Pak de diamantjes. Oh, Ismee is echt slecht aan het spelen.
en Barend die schiet. Hoppa, nog een keer door een, zo'n mijn heen of zo. Ik weet niet wat het is. Wat, waar kijk ik eigenlijk naar? Go, go, go. Kom op, go, go, go. Zet al die go, go, go. Go, 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 Barend, kom op. Boom. Nee, wat doe ik nou? Oh. Go, 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 go. Ja, lekker. Ik sta voor. Nee, wat doe ik nou? Door een aantal obstakels. Ze moet nu wel heel veel diamantjes pakken om nog dichterbij te komen. Kom op, kom op. Nee, wat doe ik? Kijk dat geconcentreerde gezicht van mij. Yes! Goed gedaan, man. Hey. Yes, ik high five mezelf gewoon nu. Ja, je weet niet wat je moet zeggen, geloof ik, hè? Nee. Heel goed gedaan. Je lag meteen voor. Ja. En dat heb je volgehouden. Ja. Ja. Wat goed, joh. Oh, ik ben toch zo verlegen. Wat schattig. Ik cringe hem echt om mezelf. Ik was zo blij. Wat ik zei, verliezen was geen optie. Dus ik moest wel winnen. En maar ik vond het wel heel cool hoe ik reageerde. Het was dit. Ja, ik ben wel blij, ja. Ja. Ik weet niet wat ik moet zeggen. What the fuck is die reactie? Oh. Kijk eens. Hoppa, gekke waveboard. Dankjewel. Het Avastar Graper, hou hem even in de lucht als een echte winnaar. Hatsay. Weet je wat kut was? We kregen dat fucking waveboard niet eens. Je kreeg gewoon een nieuwe uit de doos. Maar je wilt gewoon natuurlijk een Avastars. Maar nee, dit was gewoon nep. Dit was een prop. Dit was gewoon een dikke fake. Je kreeg alleen eentje. Ik had een rode gekozen. En die heb ik letterlijk ook weer weggegeven. Aan. En nog een cd voor jou. Hey, die cd die heb ik nog. En dankjewel voor het meedoen, hè. Ja. Blijf volgens mij. Hier. Ja. Ja, jammer. Heel jammer. Zijn jullie met Jensen? Ah. Arme Ismee. I beat your ass. Let's go. Ik ben benieuwd of Ismee er is. En misschien zie je deze video. Hi Ismee. Het lijkt me leuk om een keertje te ontmoeten in ieder geval. Dankjewel allemaal voor het kijken. Denk je nou een snellere tijd te kunnen neerzetten dan Barend? Ga maar mee. Tuurlijk niet. Racer Barend, man. Tot de volgende keer weer. 17:15 hier op Zep. Doei. 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 Heb ik even een hand. Heel spannend. Goed gedaan. Aww. Avastars. Wauw. Ik moet zeggen, ik had daar meer plezier in om te kijken dan dat ik had verwacht. Holy shit, dat was echt wel serieus geinig. Ik vond het echt wel geniaal, joh. Geinig programmaatje. En leuk dat ik al beroemd was. Ik was niet beroemd. Alright. Ja, ik weet verder ook niet zo goed wat ik op moet reageren. Ik heb op zich al gereageerd en... Ik vond het leuk om mee te doen en ja, ik wilde heel graag beroemd worden en ik dacht dat dit het zou zijn. En dan zie ik zo'n heel verlegen jongetje terug, wat ik eigenlijk niet had verwacht. Het is echt wel mega schattig om het zo terug te zien. In ieder geval ben ik wat minder verlegen geworden en durf ik gewoon wat meer gekke dingen te doen. Ja, jullie zien het op mijn video. Ik sta op mijn bed, ik sta hier, ik sta daar en het maakt me gewoon niet zoveel meer uit. Ik ben gewoon lekker wie ik ben. In ieder geval, thanks voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog. Ik ben benieuwd hoeveel duimpjes omhoog we kunnen halen en hoe ver gaan komen. Het was, ja, een bijzondere video, bijzondere aflevering. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe video. Thanks. En zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Chickies fixen. Ik hou van chickies fixen. Let's go. Chickies.